Hoi, welkom dat je weer kijkt bij een filmpje van geocaching met team Snippersnap. Met team Jeanette en Chris. Vandaag ben ik helemaal in mijn element. Want vandaag gaan we een cache zoeken met het thema muziek en wel over de Golden Earring. Helaas moesten ze afgelopen jaar stoppen omdat George Koymans ALS heeft. Ja. Maar vandaag gaan we een cache zoeken in het thema Golden Earring. Daarvoor hebben we thuis een puzzel op moeten lossen. En dat was voor mij echt een polieschilletje. Dus wij gaan op weg om die caches te gaan zoeken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Hij schijnt heel erg leuk te zijn. Dus we nodigen jou weer uit om met ons mee te gaan. Radar Love? Brandon Lee's Coming On Strong. Oké. Waar zitten we nou dan, joh? Oh. Ik vind dat zo leuk, hè? Ja. Die hou ik echt van. Kijk eens, joh. Ja. Oh, ik zie al iets. Ik zie ook al iets. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk. Eitjes. Zo, we willen even kijken of we eieren mee kunnen nemen. Eitjes. Oh, ik kan het met de pindakaas. Oh, dat is mooi. Aardappeltjes. Kaas. Kaas is een beetje lullig als ik dat meenemen. Maar ik zie hier ook wat staan. Kijk eens. Wauw. Dat ziet er stoer uit. Dus ik denk dat we goed zitten, Jeanette. Ja, dat kan niet missen. Geocaching, Golden Earring. Maar daar zie ik een slot. Ja. Dus dat zal open moeten. En dit is jij de gitaar. Jij had de toch opgelost? Je had ja. De code. Moet jij de code doen? Kan ik de code doen? Ik kan hem niet zo goed zien. Hey, heb jij wel eens Syrische grillkaas op, Jeanette? Nee, maar ik heb ondertussen wel een slotje open. Oh, heel blij. Nou, voor uiteindelijk komen we. Kijk. Zij is... Oh, nou, kijk nou toch eens. Ik schrik me helemaal een hoedje. Huh? Radar Love. Hey, maar found it. Snel loggen. Hij blijft daar. Hey, doe je. En de reden waarom we hem elke keer uitdruk is toch een beetje auteursrechter op onze filmpje. He? Maar hij is gelogd. Ja, dit is echt fantastisch. Ja, we staan erop. Ja, echt vet deze. Je krijgt zeker een favoriet punt. Zeker. Kort maar krachtig. Een leuk filmpje met een hele mooie geocache. Echt top. Helemaal als muziekliefhebber. Maar ja, hier word je blij van, toch? Niet alleen als muziekliefhebber hoor, maar dan extra denk ik, hè? Zeker voor de Golden Earring. Ik heb ze een paar keer live mogen zien. Echt een topband. En jammer dat ze moeten stoppen. Erg leuke cache op een heel erg leuke locatie. Hey, kijk hier even naar een nieuwe video van ons. Die je nu misschien nog niet gezien hebt. En zien we je graag de volgende keer weer. Doei! Doei!